Een dromenhelikopter is maandagmiddag ingezet in Meel. Hij landde op het terrein van de AIE Aldi supermarkt op de Lindelaan. De traumaarts moest zo snel mogelijk ter plaatse komen nadat op de Max Guillaume-straat in Remuen immers na een val ernstig gewond was geraakt. Over de huidige toestand van het slachtoffer is verder niks bekend. De traumahelikopter werd nederlijn gebruikt voor het vervoer van patiënten, maar vooral om de traumaarts zo snel mogelijk ter plaatse te krijgen.